Je bent even in gesprek. Je hebt meteen al het voedsel gemist. Zeker, alles is nog binnen hoor. Maar snel ben ik maar zitten. Nou, dit is niet verkeerd. Wat een leuke plek is dit. Nog van de hippiemarkt. Onze vrienden geworden en we gaan nu samen lunchen bij mensen van de kerk. Ben benieuwd. Salvation sounds a new beginning. Nou, we rijden echt in the middle of freaking nowhere. Dit is zeg maar het kaartje wat we gekregen hebben als navigatie. Maar goed. We hebben het gevonden. Hey. Nog een stukje die kant op. Oké, fijn dat je even ons tegemoet kon lopen. Maar het is zeg maar, ik kan het je wel aan laten zien, best wel een lastige weg omhoog. Echt een Marokko weg omhoog. Nou, we zijn bij het huis. Lekker de weg wel. Wel echt mooi trouwens. Je bent even in gesprek. Je hebt meteen al het voedsel gemist. Zeker, alles is nog binnen hoor. Maar snel ben ik maar zitten. Nou, dit is niet verkeerd. Wat een leuke plek is dit. We gaan even met de buurvrouw mee. De dieren voeden. Dus, ik ben benieuwd. Check even hoe mooi swimmingpool hier is. Die mensen wonen best wel mooi. Onze camper staat in de tuin. Ja, ik word super lelijk. Zij woont hier en ze gaat ons land even laten zien. Ze gaan op dit land bouwen. Maar voor nu is het nog even hier wonen, maar dit is toch super. Het is gewoon zo'n leuk huisje. Hier heeft hij voor de wind even neergezet. Ja, echt super leuk. Dit wordt dus op een caravan trailer, hè? Die gaat de rest bouwen. Dit wordt eigenlijk het huis. Hier is de wc. Staat toch al? Kijk dan dit land, even serieus. Freddy? Kijk nou, dit is toch leuk, Ann? We eten dus alleen maar hun eigen vlees, maar deze dieren leven gewoon heel goed. Hij loopt daar. Het is hier. Kijk nou. Een kleine watermeloen. En hier is een bananenboom. Oh, wow. This is Facilia. En ik ga het nu proberen. Lots of them, but they're still green. Oh! Lekker? Mmm. Ik heb het al nooit gehad. Dit is echt heel lekker. Het ziet er zo uit. Lots of them. Alleen deze moeten dan oranje worden. Of geel. Maybe here? Is this one ready? Okay, it's okay. Yeah, I believe so. I think Anna would love to try one as well. Yeah. Facilia. It smells like something. It's like little tomatoes. We can have them in salads. Oh. You know, in salads, you can open them and eat them. Oh. Very good for you. Very good for your health. Whoa. Lekker, hè? Ze hebben dus ook een oude caravan hier liggen. En wij dachten, we zien er nogal wat aan, want wij kunnen gebruiken voor de bussen. Kijk eens voor je. Nou, dat was wel inspirerend, hè? Heel erg leuk. We hebben ook eieren gekregen. Zijn we dus voor, ik denk, 4000 euro voor het land? Het land gekocht. Het land gekocht. Hoeveel vierkante meter? Ik kan 6000 of zo. 4,5. Of 4,5. Nou, reken maar even uit hoeveel is dat per vierkante meter. Nee.
Nou, we zijn nog steeds bij de mensen van de kerk. We hebben onze campers daar staan. Deze weg zijn we gisteravond overheen gegaan. Wat niet heel chill was. Maar we gaan, we zijn daar nog een dagje. We hebben lekker de bananenbrood gemaakt. Oh, wauw. Heerlijk. Hebben Anne en ik vanmorgen gemaakt. Een ontbijtje. Ontbijtje om 1:15. Oh, oké. Okay. Oh, grote courgette. Ja, hè? Dit was nog niet eens de grootste, we hadden nog grotere. Wow. Niet normaal. Wow! Ik ga ook zwemmen. Alleen. Oh, lekker! Het is heel leuk, de honden van deze mensen zijn straathonden, die hebben ze gerescued. Maar die hond nu naar boven loopt, lijkt een beetje op de mama van Ferry, Lana. Superleuk. Even achter het huis kijken, want het schijnt dat ze hier aan het verven zijn. Hey! Hi! Dit stuk net gedaan. Nice! Oh, leuk kleurtje hè? Oh, met die mooie groene bomen erbij, is toch fantastisch. Is het leuk om te doen? Heel leuk. Waarschijnlijk gaan we hier wel vaker heen de aankomende tijd. Oh, wat leuk. Waar is Anne dan? Om de hoek. Oké, ga ik even bij Anne kijken. Zo mooi hier. Allemaal van die hoekjes. Nog een huisje. Anne! Hey! Hey! Goed bezig. Het is hier gewoon zo mooi. Ik kan er niet over uit. Tot achter die bult en verder is hun land. Ja, Jokke zei dat ze nog niet even overal was geweest. Bizar, hè? Ja. Goed bezig, schat. Echt leuk. Nou, we gaan weer een enge heuvel af. Dus de route is niet echt gemaakt voor... Voor ons, two-wheel drivers. Kiertje! Jongens, jongens, kijk deze kunstenares. Deze kunstenares. Kijk daar, daar, daar. Die. Ook. Dit is mijn eerste aquarel. Is dat je eerste? Ja, dat is mijn eerste. Oh. Heel leuk. Wie zijn dat? Dat zijn wij. Ik zie hem al hoor, de favoriet. De Cornetto, in de middel. De Cornetto met chocoladebol. Sietske heeft goed. Lekker van die kaneel cake gemaakt. Koek en kruidencake. Gaan wij zo nog even voetballen? Wordt het ook nog vastgelegd? Dat vind ik wel leuk. Oh, lekker! Nom, nom, nom. Nou, een bekende plek. Waarom zijn we hier nu dan, schat? We zijn spullen aan het wassen van Ferry. Want hij heeft nu net ook een nieuwe oberstrik. Want hij heeft vlooien gehad. We denken nu niet meer, want we hebben hem gisteren helemaal ingespreid. Maar wat wel behandeling de bedoeling is, als je vlooien hebt, dat je alles... van binnen en buiten wassen. Helemaal schoonmaakt. Ja, dus dat gaan we doen. Dus we hebben nu een vlooienspray gekocht en we gaan nu eerst alles wassen en daarna... En hij heeft een nieuwe vlooienband, die heb ik net omgedaan. Hij had nog een vlooienband, maar die was blijkbaar niet meer goed of zo, terwijl hij nog niet 6 maanden om was. Maar goed. Ferry, ben je nu vlooienvrij, jongen? Ja, hè? Hij heeft nog steeds wel jeuk, echt zielig. En wij slapen voor geen meter, omdat hij de hele nacht ligt te krabben. Zo zielig. Nou, we nemen de hele parkeerplaats hier over. Sietske is dus binnen alles aan het stofzuigen en schoonmaken. En we zijn dan alles aan het sprayen. Zelfs onder de bakken, want daar zitten ook gaten en daar kunnen ze er ook doorheen. We hebben ook meteen maar even de vloerbedekking eruit gehaald. Dit zit eronder. Nou, dan gaan we maar even goed zuigen. Oh, bizar.
Wel mooi, zo'n houten vloertje. Ja. Alle eitjes wegwezen. Eeuw, wat zijn we echt vieze mensen. Het is de eerste keer dat we dit doen. Ja, maar ja, in een normaal huis haal je ook niet je vloerbedekking weg. Nee, dat is waar. Dus op zich is het niet zo gek. Wat gaan we doen? Eten bij Jochen. Jochen woont hier. Superleuk. Wijntje erbij. Let's go in. Dit is het huis van Jochen. Jochen maakt kunst. En is muzikant. Violenreparateur. Het zijn schilderijen die hij zelf gemaakt heeft. Mooie ruimte met instrumenten. Die gitaar wel hebben. Waarom heb je die gitaar met de regel? Dat is een van die violen helemaal nooit. Ja. Kijk, dat zijn allemaal vioolkoffers en dat soort pilaren heeft hij nog meer in zijn huis. Restaurant. Oh, lekker! Het is gewoon een paneertje, jongens. Oh. Ja, dat heb ik ook gedaan, hè? Precies gedaan, hoor. Oh. Wat is het? Mag ik deze beelden hebben? Oh, jullie zijn scherp! Ik wat minder, want ik heb honger, maar... So, buy this in a 5-star restaurant in Paris. Yeah. And the name is? It's in Portuguese, it's Pensevich. Pensevich. Wow. So. Nou, laat eens even zien, hoe moet dat? Ja, dit zit er dus in, maar ik kan het niet zo goed... Ik kan het niet zo goed uitkrijgen. Zo. Ik vind het zo, een beetje eng. Jochen restaureert violen, dit is zijn werkplaats. Kijk nou, er hangen zoveel violen hier. Oh, deze is heel erg veel. Hij heeft in dit huis alleen al rond de 350 violen. Ja. Gaaf, man. Hallo. De bank was doorgezakt, dus die ben ik even aan het repareren. Kijk, dit scharnier is kapot. En hier hebben we al onze bedspullen in zitten, dus ik heb even gemaakt. Ja, we zitten hier met Jochen, lekker te eten. Andere Jochen. Ja. Er zijn toch veel Jochens op de wereld. Zo ken je gewoon heel Jochens en dan ken je er twee. Ja. Hier staan hun fans. Oeh, wat lekker! Nog een hele. Fruit. Ik ben zo blij dat we niet uit angst hebben gehandeld en niet zijn gegaan. Jongens, we hebben zoveel geld verdiend. Ik weet nog niet willen. 4, 5. Dit is not normal. Wij zijn alle vreemde munten. Maar wat was dit voor een avond, jongens? Nou, het was nice, dat kan ik wel zeggen. Back.
dit was nice, dat kan ik wel zeggen. Nee, Freddy, werd ook warm, lieverd. Ja, ja. Hallo, het is weer zonnig vandaag. En we zijn op weg naar Joke en Michael. Van de kerk waar we vorige week waren. De leiders van de kerk. En we gaan op hun land staan, want het is echt super warm. En ze hebben zwembad, dus dat is wat chill. Daar op de berg, daar is het huis van Joke en Michael. Dit is hun land. Het is in een dal en hier beneden ligt een rivier. Ben je lekker aan het genieten? Is Amara lekker aan het kriebelen? Hé, hey, wat fijn! Wat een verwend kreng ben je ook! Niet te geloven! Hey, Arn! Lekker zwemmen. Wat zijn wij aan het doen? Gewoon heerlijk zwemmen. Leuk ding hoor, die duikbril. Herman is mijn duikbril aan het uitproberen. Verse water dat. Anne, ik heb hem aan! Ja! En we gaan nu lekker bij Joke even koffie drinken. Oké, lapjes gemaakt. Wow! Hij is echt super mooi. Kijk, hij is zo. Dit is zo. Wat gebeurde er net, Herman? Oh, en you can break. Ja, een knietje van jou. In het zwembad. Toen was je even weg, hè? Het was een beetje eng, maar nu heb ik hoofdpijn. Maar gelukkig heb ik lekker eten. We hebben een bijbelstudie gehad. Superleuk, super mooi. Our husbands have our calling. One more chair. Isabel. We zijn nog steeds bij Joke en Michael. Jongens hebben even geslommen. Anne en ik zijn lekker bezig. Ben je daar een filmpje aan het maken? Ja. Hallo! Hi Joke! Genoeg! Spannend hoor! Van Pitana. We kijken voetbal. Hey. En wel geteld de finale. Wat zie ik daar? Nou, je ziet Trevor naar die rood. Ja. Nou, wie heeft er gewonnen? Nieuw-Zeeland. Frankrijk dus. Ja. Weet je niet, pannenkoeken. Pannenkoeken. Super lekker. Ja. Jongens, we moeten even laten zien. Hoe dit eigenlijk ontwikkeld is. Hier stonden eerst die wc's. In deze vlog ook nog volgens mij. Kijk hoe mooi dit is. Daar zijn we. De foodmarkt in Lagos. Kijk eens. Nou, Nick's Food Market, gewoon onze favorite spot. Zeker. The Garden. The Garden. Dit is wel. Pack your bags. Thanks. Leave town. This is your phone. Drive all the way to the stop. Wheels are spinning. Mountains raising. Dit was vlog 23. We hopen dat je het weer leuk vond. En we zijn dus al een tijdje nu in de Algarve. En we genieten echt enorm van om hier op het land van Joke en Michael te staan. We lopen een beetje achter qua vlogs. Dus vlog 24 zal iets sneller online komen dan jullie van ons gewend zijn. Maar als je het leuk vindt om meer up-to-date te blijven, kun je ons ook volgen op Instagram. Want daar posten we bijna dagelijks foto's van wat we doen. Als je deze vlog leuk vond, duimpjes omhoog en abonneer. Doei!